Ja, als ze dan naar een appartement gaan verhuizen, dan zitten ze zo rond de €1000 aan huurlasten. Dus dat houdt een heleboel mensen tegen om te willen verhuizen. Ik loop hier door de Generatietuin in Bokstel en ik ga zo in gesprek met 4 mensen van de coöperatie Ouderen in Regie. De coöperatie is een ledenorganisatie van senioren. En we willen daarmee bereiken dat senioren meer eigen regie op wonen, welzijn en zorg hebben. Dus senioren beginnen steeds meer vooruit te denken hoe ze willen wonen en wat welzijn voor hun betekent, hoe ze de zorg geleverd willen hebben als dat nodig is. En dat willen we stimuleren door samen te werken met wat er allemaal is in Bokstel op het gebied van wonen. Dus de woonstichting, de zorgaanbieders, de welzijnsorganisaties, daar werken we allemaal mee samen. Ik zit ook in de werkgroep wonen. De ouderen in regie moet je zien, dat is de bovenkant en daaronder hangen een aantal werkgroepen. En daar één werkgroep is ook wonen. Ontwikkelingen wonen voor ouderen. En daar hebben we regelmatig overleg met de gemeente gehad. Maar daar is tot weinig resultaat komt dat. En veel beleidsambtenaren zijn gewisseld. Dus dan moet je weer met nieuwe mensen gaan praten. En dat gaat heel moeizaam. Mensen schermen alleen maar, we hebben geen grond, we hebben geen grond. En of als er gebouwd wordt, dan is alles al met de aannemers rond en dan kun je niks meer inbrengen. Wij zijn nu bezig als coöperatie sinds juni 2019. En we zijn voortgekomen uit de stichting Ouderen in Regie. Dus de stichting was eigenlijk daar ook op gericht, op eigen regie in wonen, welzijn en zorg. Die bestaat sinds 2015. Die richt zich ook op overleg met gemeenten, allerlei organisaties die bezig zijn met wonen of tot doel hebben zorg te verlenen of welzijn te bevorderen. Maar om meer slagkracht te hebben, hebben we dus een coöperatie gevormd. Dus leden kunnen zelf mee bepalen wat ze belangrijk vinden op dat gebied en hoe ze dat willen bereiken en daar ook zelf een rol in spelen. En u heeft het over de leden, maar hoeveel leden heeft de coöperatie dan? Rond meer dan 60 in elk geval. Jullie zijn bezig voor het verkrijgen van een seniorenbus. Kunt u kort uitleggen wat een seniorenbus precies is? We hebben zelfs al de naam een beetje bijgesteld. We noemen onszelf nu seniorenvervoer. En wat wij willen bereiken hier in Bokstel is dat ouderen die niet zelf meer een auto hebben en ergens binnen de gemeente moeten zijn, dat ze gewoon voor een klein prijsje op stap kunnen gaan. Het is niks nieuws wat wij ontwikkelen, hè? Want Michiel Schestel heeft een bus sinds verleden jaar, Rosmalen heeft er eentje, De Bos heeft er 6, Vught heeft 4 bussen rijden. Nou, dat is alleen de omgeving, maar landelijk is dat al een heel bekend systeem, want in Den Haag zijn ze al in 1990 ermee begonnen. Dus het is niks unieks. En wat wel is, overal waar we mee gesproken hebben, van die andere partijen die al die bussen hebben, die worden allemaal gefinancierd, die krijgen allemaal jaarlijks subsidie van de gemeente. En, want je hebt natuurlijk je onderhoudskosten en je bedrijfskosten. En dat haal je niet alleen uit de ritten, want je moet ook afschrijven op je bus. De coöperatie heeft ook een nieuwsbrief. Sinds wanneer hebben jullie die nieuwsbrief en wat is het doel ervan? We zijn vorig jaar gestart met het uitbrengen van een nieuwsbrief. Die komt eens per kwartaal uit en we hebben nou de 4e onlangs uitgebracht. Voor wie is deze nieuwsbrief bedoeld? Voor de leden van de coöperatie en eventueel werven van nieuwe leden. Wat wilt u dan bereiken met de nieuwe coalitie? Nou, dat er ook voor senioren gebouwd gaat worden. Want in de toekomst, Bokstel vergrijst boven landelijk zelfs. We hebben heel veel senioren krijgen we de komende jaren. En daar moet goede huisvesting voor zijn. Heel veel mensen die zijn weduw of weduwnaar, die zitten nog in die grote huizen. Terwijl dat hele goede huizen zijn voor jonge gezinnen. Maar die mensen willen niet doorstromen, want ze zitten vaak, als het een koophuis is, hebben ze bijna geen hypotheek meer. Ja, als ze dan naar een appartement gaan verhuizen, dan zitten ze zo rond de €1000 aan huurlasten. Dus dat houdt een heleboel mensen tegen om te willen verhuizen.
Hebben jullie al een plan van aanpak voor het seniorenvervoer? Eerst zou het dit worden. Echt een bus. Maar we hebben voortschrijdend inzicht gehad. En door diverse partijen is al genoemd van jullie zijn veel te ambitieus. En jullie moeten veel kleiner beginnen. En Tineke is van de week in Den Bosch geweest, heeft gesproken, want daar hebben ze ook seniorenbussen. En die stappen van de bussen af en die gaan nou op deze auto's over. Ah, dat is, want hun zeggen ook, hè, een bus zit nooit vol, want er kunnen 9 mensen in. En het gemiddelde is 1, hoger 2 per rit. Dus je hoeft niet zo'n dure bus daarvoor te rijden. Maar je moet gewoon een goede personenauto hebben waar een goede instap is en een rollator mee kan. En we willen naar elektrische, want die bussen zijn bijna allemaal diesel. Je hebt ook wel elektrische bussen tegenwoordig, maar ja, die zijn bijna 90.000 euro. Dus ja, dat is veel te hoog. Mensen kunnen lid worden. Ja, we hebben een site, ouderenregie.nl, coöperatie. En er is een lidmaatschapsformulier op de site. En het bedrag is €20 per jaar.